Nadia, uh, die is zeven jaar geleden is haar dochtertje uh, gekidnapt door drie mannen. En uh, ze, is, ze is te vinden op alle social media. We uh, bring in, uh, Insaya back. En ik heb wel eens iets uh, gepost, uh, gerepost op mijn stories. En Nadia vroeg mij, mag ik je adres, want ik wil je een kaart sturen. En ik kreeg vorige week deze kaart. En sindsdien het, het, ben ik de hele tijd met dit bezig. En uh, dit soort zaken zijn heel belangrijk, omdat de, het krijgt heel veel aandacht en op een gegeven moment is het weg. En Nadia heeft gelijk gekregen door de Nederlandse rechtbank en ook door de rechtbank in India. Maar gelijk krijgen en uh, gelijk hebben, of het in ieder geval, hè, dat je ook echt daadwerkelijk je kind krijgt, uh, terugkrijgt, dat zijn twee verschillende dingen. Want, want ze weten wel waar Sia is. Ze hè? weten waar ze is, de, de, de daders zijn berecht. Uh, ze weten alles, maar dat kind zit nog steeds in India. Bij haar vader. En, bij haar vader. Uh, maar die heeft het gekidnapt. Ja. Dus dat is, was gewoon een criminele activiteit. Dus het verhaal is duidelijk. Dit gebeurt heel vaak. Dus in SIA is ook het gezicht van vele kinderen. Heel vaak worden kinderen gekidnapt en ze komen niet terug. Um, en je wilt natuurlijk niet als Nederland het land worden... wat uitdraagt van, oké, okay, uh, dit is wat wij accepteren. Nou, het Koningshuis is mee bezig, etcetera, etcetera. et cetera. Waarom ik hier nu over praat is, ik ben ook maar een leek, ik ben ook maar een moeder, ik ben ook maar een grappenmaker. Dus weet je... Maar wat ik merk is dat wij volwassen mensen uh, het vaak verpesten. En we hebben altijd grote mond over de jonge generatie. Terwijl ik nu de jonge generatie wil vragen, er zitten hier heel veel jonge mensen die hebben iets, namelijk een stem. Die hebben social media, die hebben een TikTok, een Instagram. En die kunnen dingen viraal laten gaan. Uh -huh. Ik heb domme dansjes viraal zien gaan. Ik heb domme filmpjes van mezelf viraal zien gaan. En ik wil vragen of deze jonge mensen en de mensen thuis het viraal willen laten gaan dat in SIA terug moet komen.